Dit is dan ook wel weer te gek. Dit kan je ook gewoon tegenkomen. Een helemaal besneeuwd landschap van eigenlijk allemaal gevonden voorwerpen. Consumer goods, dit hebben mensen weggegooid. En daar is ja, kunst uit ontstaan. Een beetje kerstsfeer ook wel. Ja, maar wat ik jullie eigenlijk wil laten zien is dit werk van Yumiko Morisue. Zij heeft een dood blaadje weer tot leven gewekt. Dit is een nerf van een gevallen blad wat ze heeft ingevuld, echt als monnikenwerk, met garen en in verschillende kleuren. Ja, dit is zoiets ongelooflijks. En ik vind die gedachte erachter zo mooi. Dat je het dode weer tot leven brengt. En als je dat zo ziet hangen, ja, het is buitengewoon indrukwekkend.